Ja, arme koning. Die werd nu ook weer opgeroepen. Zijn familie had het wel heel bruin gebakken. Ach, die arme jongen. Wat is de naam van lulkoek? Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Het verlossen, awesome. Kunt u mij horen? We praten zo over het slavernijverleden en de excuses van de koning. Maar ook ander nieuws deze week. Namelijk de intimidatie van CDA'ers door boeren. Nou, dat verbaast me niks. Dat zul je wel begrijpen. Als je zelf denkt dat je tot die moderne Joden behoort, die allemaal op het punt staan om afgevoerd te worden naar het oosten, dan ben je bereid om daarvoor alles te doen. Ze tonen natuurlijk al jaren aan dat ze niet goeds niks zijn. Nou, dat ze de grenzen van normaal protesteren en demonstreren in de rechtsstaat absoluut niet begrijpen en ook onzinnig vinden of zichzelf permanent als een zodanig slachtoffer zien. Terwijl ze in allerlei opzichten natuurlijk veel meer succes hebben gehad dan ze überhaupt verdienen, naar mijn idee. Ja, het is schandelijk, zonder meer. Het is natuurlijk intimidatie. Maar ja, wat hebben we al niet gehad? Fakkeldragers. Toen Kaag daarin, waar was het, in Overijssel? Waar een hele club van die fakkeldragers klaar stond. Zo te zien allemaal winnaars van de Nobelprijs voor stomzinnigheid. Er was ook nog een luisteraar die zegt van waarom zegt Maarten de Nobelprijs en niet de Nobelprijs? Ja, dat is om dezelfde reden dat ik niet Parijs zeg, maar Parijs. Ik zeg ook niet Moskwa, ik zeg Moskou. Hij, die meneer, begrijp ik, zegt altijd van kinderen, we gaan morgen gaan we naar Parijs. En dan, enzovoort. Maar iedereen zegt ook Nobelprijs, iedereen zegt ook Parijs. Ja, iedereen zegt ook Microsoft, ik zeg gewoon Microsoft. Oké. Okay. Wat is daar tegen? Niks, toch? Nee, maar er is absoluut niks tegen. Dat was meer de vraag van wat is de achterliggende gedachte? Niks. Ik heb het geleerd als Nobelprijs. Oké. Okay. Nobelcomité enzovoort. En daar hou ik het bij. Je kunt wel aan de gang blijven. Het is net als Congo, Brazzaville en Zaire en dan weer de Congo. Oké, en heb je geleerd Cairo of Cairo? Ik zou Cairo zeggen. En New York? Dat is New York. Dat zeg ik ook altijd fout, toch? Ja, nee, dat is New York. Ja, New York inderdaad, ja. Met een J, toch? Ja. Het is New York. Ja. Ja. Oh, onzin allemaal. Je zet er ook geen Mumbai. Ik zeg gewoon Bombay. geen Beijing. Ik zeg Peking. Ja. Dat is dus gewoon omdat je het zo geleerd hebt. Ja, en ik zeg ook niet Guangzhou. Ik zeg Canton. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, dat blijkt. Ik stel me nu voor dat die man die vraag stelde al die dingen dus weet. Dus die heeft het altijd over Guangzhou en Parijs enzovoort enzovoort. Oké. Okay. Hey, dan hebben we natuurlijk ook nog deze week, of eigenlijk dit weekend, Katie Cortie. En, ja. De toespraak van de koning. Ja, en zelfs voor iemand die weinig tv kijkt, is dat niet te missen. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Alle aandacht die we er in de afgelopen tijd niet aan hebben gegeven, wordt nu geconcentreerd, geventileerd in 3 dagen of 4 dagen. Het herdenkingsjaar gaat nu van start, volgens mij. Het herdenkingsjaar gaat ook van start. Ja. Nou ja, god, ik vind het verder sympathiek dat de aandacht besteed wordt aan de slavernij en de gevolgen daarvan en de wijze waarop dat gedaan werd. Er wordt natuurlijk nog steeds voortdurend gedaan alsof we nog nooit daarvan gehoord hadden. Nu voor de allereerste keer over deze schandaad worden geïnformeerd. Maar ja, als je een heel klein beetje van geschiedenis wist, dan wist je dat dat allemaal zo zich heeft afgespeeld en dat er opstanden zijn geweest. En dan krijg je de treurige geschiedenis van Haiti en natuurlijk de diep treurig stemmende geschiedenis van de Verenigde Staten. Een land niet waar wat zou streven volgens eigen verklaring naar life, liberty en the pursuit of happiness. En vervolgens besloot om een groot deel van de bevolking daarvan uit te sluiten. Namelijk door die slavernij. Ja, dat is diep triest. Daarvoor zijn de Amerikanen Amerika in allerlei opzichten zeer ernstig gestraft. Heel veel dysfunctie in de Verenigde Staten is gerelateerd aan de slavernij waarmee ze begonnen zijn. Mm. En ze zijn op het verkeerde been begonnen. Mm. Namelijk met enorm veel praatjes en kletskoek over life, liberty en the pursuit of happiness.
En daar hebben ze zich niet aan gehouden. En ze hebben ook niet gecorrigeerd in de 200 jaar sinds die republiek bestaat. Ietsje meer dan 200 jaar. Zou je kunnen spreken over een defect dan? Ja, ik denk dat in de Verenigde Staten is uiteindelijk gebaseerd op een defect. Dat kun je zeggen. Zeker. En hoe zouden ze het kunnen herstellen? Of is het niet te herstellen? Nou, dat ze dat structureel op grote schaal moeten aanpakken. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Een deel van de zwarte bevolking is natuurlijk ondertussen wel degelijk geëmancipeerd geraakt. Maar een deel ook niet. Wat ga je aan ghetto's doen? Ga je die opdoeken of herstructureren? Hoe moet dat precies? Ze hebben net de affirmative action afgeschaft. Hoge rechtshof heeft dat gedaan. Nou ja, daar zaten al allerlei haken en ogen aan. Dat zat er wel een beetje aan te komen. Maar het betekent toch ook weer dat er, laten we zeggen, mensen die van een andere kleur zijn, dat die niet in verband daarmee bevoordeeld zullen worden bij de toelating tot universiteiten. Dat was een gebrekkig middel om de integratie te verbeteren. Dat is evident, is dat zo. Er zijn al veel eerder zaken gevoerd die dan net op het tippetje werden verloren voor het Hoge Rechtshof. Maar toch is het ook weer een indicatie door de huidige meerderheid, zeer conservatieve meerderheid van het Hoge Rechtshof, nou ja, dat er in zekere zin toch een onwil is om deze defecten waar we het eigenlijk over hebben, om die te repareren. Amerika is een samenleving die van racisme doortrokken is. En jammer genoeg ook een nogal gewelddadige samenleving. En er is alle reden om ook die gewelddadigheid in feite te herleiden tot de slavernij. Als je ook naar de dysfunctie kijkt in de Amerikaanse samenleving, zie je toch dat de traditionele Confederate States, dus diegenen die gevochten hebben om de slavernij te behouden, vergeet dat niet, dat daar toch veel meer mis is dan in de andere staat. Je hebt eerder al gezegd, je bent niet voor excuses, maar vind je een herdenkingsjaar dan wel goed? Ik vind excuses flauwekul. Waarom zou je in godsnaam? Ook dat uit alle dingen die er worden gezegd, blijk ik ook nu nog schuldig te zijn. Wat is dat voor onzin? Ik ben helemaal niet gebeld over de slavernij in de 19e eeuw. Had ik gezegd, hou ermee op, ik vind het schandelijk. Nee, dat zijn excuses, dat is een soort rare politiek correcte gewoonte geworden. Want bovendien heb je nog geen excuses gemaakt, of je moet voor een hele reeks van andere dingen natuurlijk op grond van het principe ook je excuses gaan maken, toch? Ja, laten we wel wezen, ik weet niet of men zich dat realiseert, maar de onderkant van de bevolking, ook als je dus geen slaaf was, de onderkant van de bevolking had een gruwelijk bestaan. En de gemiddelde leeftijd van niks. Moeten we daar ook excuses voor gaan maken? Of gaan we daar excuses voor maken? Ik heb al eerder gezegd dat excuses maken is goedkoop. Want jij hoeft er verder niks anders voor te doen dan te zeggen, het spijt ons zo dat onze overgrootvaders zich zo onfatsoenlijk hebben gedragen. Ik zou zeggen, pak situaties aan waar nu nog in feite sprake is van, niet letterlijk slavernij, maar omstandigheden die daar sterk aan doen denken. We zijn wel gaan voetballen in die golfstaten, toch? Nou, dat hadden we ook niet kunnen doen. En herstelbetalingen, hoe doen we ook, hè? Ja, ik vind ook herstelbetalingen vind ik dubieus. Daar moet je al heel goed erg over nadenken. Want waar moeten we dan eigenlijk geen herstelbetalingen voor gaan doen? Hoe zou Engeland herstelbetalingen met dat reusachtige empire, hè? India heeft tegenwoordig 1,4 miljard inwoners. Wij geven van Pakistan, Bangladesh. Nee, dat zie ik ook helemaal niet zitten. Je begrijpt ook wel dat herstelbetalingen per definitie verkeerd terechtkomen. Je ziet het wel weer, dan komt er een studiecentrum en zo. En gaan allerlei mensen die gaan daar een hele tijd uit hun neus zitten eten. Ik zie daar niet zo verschrikkelijk veel. Pak dan, als je daar geld aan wil besteden, situaties aan die sterk doet denken aan slavernijachtige situaties. Oké, dus een herdenking. En die zijn er tal van dergelijke situaties zijn er in de wereld. Ja. Echt waar. Uitbuiting van mensen, machteloze mensen, op grote schaal doet zich op tal van plekken voor. Ja. En dat is het excuses. Daar kunnen we heel erg nuttige werkzaamheden aan vinden. Dat doen we overigens helemaal niet. We kijken wel link uit. Zodra het ingewikkeld wordt,
Ja, dan zeg je, we hebben excuses aangeboden. Ja, ja. Je hebt dat toch ook in je eigen leven vaak, dat je denkt, nou, weet je wat, ik zeg gewoon sorry. Spijt me ontzettend. Ja, sorry, ik heb er even niet. En dan is het voorbij, toch? Maar het gaat erom dat je het niet nog een keer doet. Maar vind je een herdenkingsjaar dan wel goed? Ja, die herdenking, dat mag wel van mij. Ik vind het dan wel tegelijkertijd weer veel te veel van het goede. Spreid dat nu over, hè? Dat gaan ze ook doen, hè? Ja, dus nu is de aftrap omdat Katie Coty nu is. Maar ze gaan, volgens mij gaan ze het wel spreiden, ja. Oh, nou oké. Vind je goed? Van mij mag het. Ja, dus zolang er geen kijkdwang is, mag het van mij, hoor. Ja, koning er ook bij. Ja, arme koning. Die werd nu ook weer opgeroepen. Zijn familie had het wel heel bruin gebakken. Ach, die arme jongen. Wat is de naam van lulkoek? He? Ja, ik vind het ook een beetje... Het gewekt zeker in zekere mate mijn irritatie op. De morele gemakzucht waarmee dit allemaal gebeurt. En nogmaals, doe praktische dingen. Doe iets nuttigs met deze voornemens en gedachten. Ja, dat niet nog een keer gebeurt. Luisteraars vragen ook natuurlijk veel dingetjes. Een van de dingen die vaak is binnengekomen. Hoe kijkt Maarten naar de rellen in Frankrijk? Nou, één ding is zeker. Als je iets weet over de banlieue van Parijs, dan verbaast het je niks. En nou ja, dat zijn in Frankrijk natuurlijk toch relatief grote verschillen tussen rijk en arm. En er zijn tal van steden hebben, vooral Parijs onder andere, maar ik neem aan dat het in Lyon niet anders is, hebben van die buitenwijken, ja, waar de losers wonen, waar de hopelozen wonen. He, ook van, dat is geen slechte gedachte. Want de regen is ondertussen weer gestopt. Kijk. Ja, jongen. Allemaal lui die... dat is ook weer spraken geen Nederlands, hè? Dat is in deze buurt zo merkwaardig door dat University College. Dat je... Zijn vaak maak ik een rondje. En dan is er gewoon niemand. Of al die Japanse meisjes. Hè? Dat is trouwens iets anders wat mij opvalt. Dat veel die jonge meisjesmode, dat wereldwijd hetzelfde is. Dus dat is een soort planetaire tom-tom wat je aan moet hebben als je 18 bent. Wat hebben ze aan dan? Ja, van die witte broeken of van die heel licht gekleurde beige jasjes. Een beetje slobberig allemaal. En of je nou in Amerika kijkt of in Japan of hier, het maakt allemaal niks uit. Maar je ziet dat in sommige opzichten natuurlijk sprake is van een soort planetaire cultuur. Het gaat via die telefoons, via smartphones, via social media, denk ik. Ja, dat kan. Dat ze allemaal op de TikTok zitten. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet zo precies. Maar ik vind het wel een opmerkelijk verschijnsel. Oké, maar je voelt je niet meer thuis in je eigen wijk doordat iedereen in Engels praat? Nee, dat maakt me niks uit. Oh. Nee, voor mij, ja. Kijk, we zijn toch op weg naar een situatie waar we allemaal een vrij matige vorm van Engels gaan spreken in de toekomst. Want het Nederlands is natuurlijk toch, ja, ik denk op het termijn van, laten we zeggen dat bestaande trends gecontinueerd worden, lijkt mij het Nederlands kansloos op het termijn van 150 jaar. Dan bestaat het niet meer? Nou, waarschijnlijk als een soort dialect. Het zou kunnen. Mensen gezellig thuis dialect spreken. En dat is dan Nederlands, wat wij nu praten. Als je dat woont, dan spreek je thuis, zit dat is dialect, dat is onverstaanbaar voor niet Sittarders. Maar buiten de deur spreken ze gewoon Nederlands. Oké, maar jij denkt dus dat het Nederlands zoals wij het nu praten over 150 jaar niet meer bestaat? Ja, dat denk ik. Als de huidige trends doorgaan, ja. Oké. Als we niet tot een soort van eventueel gewelddadig neonationalisme komen en ons gaan afsluiten van de rest van de wereld, wat dan een proces zou zijn wat gedeeld wordt door andere landen in Europa, die dan ook, dan moet de EU opgeblazen worden. Ja, wat denk je dat die EU-lui onder elkaar praten in Brussel? Nou, misschien soms Frans. Maar ik denk dat dat afneemt en dat is meestal Engels. En dat dit geldt dus ook voor Duitsland? Dus daar spreekt prima Engels. Hè? Ja. Dus deze podcast is over 150 jaar niet meer voor iedereen te beluisteren in het Nederlands? Nee, maar ik heb sowieso niet de illusie dat ze over 150 jaar zullen zeggen na een omvangrijk artikel op het internet, de kranten zullen niet meer bestaan tegen die tijd van,
Weet je wat nou amusant is? Dat is van die podcast die ik gevonden heb in een stoffige kast in Hilversum. Ja, het gebouw wordt afgebroken binnenkort, maar ze zijn toch altijd opruimen. Nou, je kunt echt, als u nog een heel klein beetje Nederlands verstaat, beluister dat nou eens, want daar kunt u echt lachen. Hè? Ja. Nou, mensen kunnen wel die geschiedenislessen van jou terugluisteren dan. Ja, zeker. Niets is zo komisch natuurlijk als geschiedenislessen door mij nu gegeven of in het recente verleden. Omdat niets zo snel verandert als wat wij zelf vinden van de geschiedenis. Neem die Kotti-beweging en hoe dat door de media verwerkt wordt. Vergelijk dat met 30, 40 jaar geleden. Er was geen sprake van geweest. Het zou misschien vermeld zijn. Misschien dat Beatrix een toespraakje was komen houden. In een afgeschoten deel van het park. Maar dit is ook alweer. We kijken daar nu weer anders tegenaan. Maar dit is natuurlijk een afspiegeling van de samenleving. En de samenleving die ja, vraagt. Ja, maar goed, als er nou iets volledig voortdurend herschreven wordt, is het wel de geschiedenis. Als je denkt, dat zou een heel nuttige studie zijn. Ik heb dit een speciale, hele leuke suggestie voor mensen die in geschiedenis gestudeerd hebben, op zoek zijn naar een lollige promotieonderwerp. Doe eens wat aan curriculumverandering. Als je ziet wat voor curriculum ik gestudeerd heb, en je vergelijkt dat met het curriculum wat nu gestudeerd wordt, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ik zweer het je, totaal verschillend. Wat toen belangrijk werd gevonden, de kans dat een moderne student nog over Guizot zal worden geïnformeerd, die is echt 0,0. Vertel eens wat meer over Guizot. Guizot is een Franse staatsman en die heeft zich bezig met een vrij behoudende figuur. Ik denk van de 1830 monarchie, iets in die geest. En ja, we lazen teksten van Guizot over hoe de republiek ingericht en dan toen het koninkrijk ingericht zou moeten worden. En wat ik me ervan herinner is dat het nogal conservatieve teksten waren, ja. Wat was zijn standpunt dan? Geen idee, hoor. Dit is zo lang geleden. Okay. Ons werk al lezen over liberalisme in de 19e eeuw. Dus je hebt er niet veel van onthouden? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is misschien wel zinloos. Ik zou denken dat wat onthoud je van je studie? Als je me nou vraagt, wat weet je nog van je eerste tentamen, wat bestond uit het je eigen maken van een eenvoudig middelbare schoolboek over de middeleeuwen? Hoe is het ook alweer? Hoe heette de schrijver ook alweer? Zou ik je nog kort kunnen uitleggen hoe de middeleeuwen zijn verlopen in Nederland en hoe het zit met die machtsverschuivingen tussen Bourgondiërs, Habsburgers enzovoort? Ik heb geen idee. Ik weet dat het zo was en dat het gebeurd is, maar ik heb er verder geen idee van. Nee. Nou, ik heb er wel enig idee van, maar het is gebrekkig. De informatie is gebrekkig. En ik kreeg nog wel eens uitnodigingen, dan kunt u een lezing bij ons komen houden. Ja, over de 14e eeuw. En dan was altijd nogal verbaasd dat ik zei, de 14e eeuw. Daar moet ik een half jaar aan besteden om iets over de 14e eeuw op te steken. We hadden het over de Franse rellen. De Franse rellen, ja, die duiden toch op dat in die gebieden, laten we zeggen laten we ze maar even de losers noemen, ja, dat daar een enorme hoeveelheid ontevredenheid is. Die zat natuurlijk altijd uit in protesten over politiegedrag. In Amerika is dat in feite precies zo. Die politie is natuurlijk waarschijnlijk zelf zo racistisch als de pest. Die is waarschijnlijk toch getraind om hard op te treden. Die wordt zelf niet gerecruiteerd uit die gebieden, denk ik. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen deskundige op het gebied van Frankrijk. Maar Frankrijk zou zich wel moeten afvragen dat hoe het komt dat bij de minste of geringste aanleiding, nietwaar, op grote schaal nationale rellen ontstaan. Allemaal altijd deels door dezelfde persoon, lijkt mij. Die Parijse banlieue is toch een notoor gebied van opstandigheid. Veel jongeren waren er ook bij, hè? Echt jongeren, dus rond de 18. Ja, jongeren zijn natuurlijk van nature altijd opstandiger dan ouderen. Jongeren willen rellen, hè? We hebben hier toch zelfs met de COVID hebben rellen gehad. Ja, dat klopt, met de avondklok. Lekker rellen. Ja. En als ze dan toevallig even niet een voetbalwedstrijd is waar je elkaar verrot kunt slaan, dan gaan ze om andere redenen rellen. Maar dit is iets wat al jaren. Dacht je van de oud- en nieuwviering, hè? Lekker rellen.
Ja. Hebben ze zich al vaak al maanden op verheugd om de boel lekker kort en klein te slaan. Politie te bekogelen enzovoort enzovoort. Maar dit speelde in Frankrijk al, in de jaren 90 was dit ook al het geval, hè? Nou ja, we hebben ook de gele vestjes gehad. De gele hesjes, moet je geloof ik zeggen. Ja, ja die ook weer, als je het daarover leest, begrijp je het eigenlijk wel. Kleine Franse steden, vaak één enkele werkgever, die stopt ermee. Soms een staalfabriek of een kolenmijn. Nou, het allemaal, heeft allemaal geen enkele toekomst in allerlei opzichten. Zeker niet lokaal en kleinschalig. En dan ben je aan de heiden overgeleverd. Moet je weg uit dat dorp of uit die plaats. Moet je werk elders gaan zoeken? Ja, vaker. Dan moet je met de auto heen, want het openbaar vervoer is waarschijnlijk ook matig. Dus ja, dan krijg je... Toen waren de rellen vanwege de verhoging van de dieselprijs. En dan, ja, denk je die dieselprijs. Ik bedoel, wat heb je, dat is geen de dieselprijs. Want iemand zei tegen mij, je moet gaan tanken, want dan het is goedkoper. Tot morgen of zo, klopt dat? Nou ja, dat was rond 1 juli was dat inderdaad. Kijk. Dus nieuw kwartaal en dan stijgt de prijs, ja. Nou, moet je weten dat ik gisteren getankt heb. Nee, eergisteren. Zo, zonder iets te weten. Lekker goedkoop tankje. Ik ga lekker nog even extra rijden met die accijns zijn met weer mijn goedkope benzine. Ja, nee, dat kan mij dus niks schelen. Maar het zou je maar overkomen als je in zo'n Frans dorp woont. Je vergeet ook altijd dat Frankrijk alweer zoveel groter is dan Nederland. Dat ook afstanden weer een andere factor zijn in het leven wat je daar leidt. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, het is lastig om daar iets aan te doen. Nou ja, we bespraken dus al zo fantasievol wat Amerika zou moeten doen om werkelijk de zwarte bevolking het volledig te integreren en gelijkwaardig te behandelen. Nou, dat is een project. Ik denk dat je dat, dan moet je echt de fors tegenaan. En ik dat schat, dat kost je 40, 50 jaar, schat ik. Dan niet meer is. Ja. We hebben het eerder ook al een keer gehad over Frans Klein. En die gaat nu, zeggen ze, naar Talpa. Frans Klein, dat was die zo'n kale man. Van de NPO, die NPO-baas. Aha, die Matthijs van Nieuwkerk uit de wind hield. Precies, die op non-actief nu even staat, omdat dat onderzoek nog steeds door... Hij gaat naar Talpa. Ja. Maar ja, ik wens hem alle succes bij Talpa. Het interesseert me eerlijk gezegd echt geen hout waar Frans Klein naartoe gaat. Wat mij betreft gaat hij bij de Shell werken. Ik kan me echt geen bal schelen. Maar het punt is vooral dat hij dus nu, want dat onderzoek, dat gaat ook onder andere over hem. En dat hij die uitkomst niet afwacht en dat hij voor die tijd al lekker bij Talpa aan de slag gaat. Nou, misschien weet hij al dat de uitkomst niet erg gunstig zal zijn voor zijn optreden. Ik heb geen idee. Hij heeft natuurlijk wel een soort van expertise, neem ik aan, opgebouwd in het runnen van wat hij ook alweer runde. Een zendertje, of was die coördinator of wat was het ook alweer? Ja, zoiets. Hij zegt de slimste moet waarschijnlijk van 2-1. Dat is volgens mij wat hij bepaalt. Ah, dat soort beslissingen. Ik denk dat hij dat doet, ja. Nou, kan ik jou over informeren? Daar is ons niets, maar er ook niets over gevraagd. 0,0. We leven ook ineens de vrijdag heen, ook niet gevraagd. We hebben de vrijdag weer teruggekregen voor aanstaande herfst, geloof ik. Nee, daar word je wel als programmamaker. Programmamaker, ja. Want ik zit daar gewoon bij, ja, voor af en toe. Bijvoorbeeld op Piet Snot in allerlei opzichten. Al is het heel fijn, leuk, licht werk, light entertainment. Maar nee, ik denk, sowieso, niets is zo ondoorzichtig als de besluitvormingsprocedures in Hilversum. Ja, dan lullen we de hele godganse dag over transparantie en verantwoording afleggen. Nou, niet in Hilversum. Nul transparantie, nul verantwoordelijkheid afleggen. Dus het lijkt een beetje op het regime van Poetin. Ja, daarom heb ik de grap wel eens gemaakt dat toen de DDR, niet waar, opgedoekt werd, dat alle ambtenaren van de DDR, die zijn collectief afgevoerd en die zijn allemaal naar Nederland gekomen. Toen was dat al ruim employ, dachten ze. En de ene helft is toen bij het ministerie van Onderwijs gaan werken en de andere helft werkt in Hilversum. Maar het hindert jou niet in jouw werk? Je hebt er geen last van? Nee, behalve dat je natuurlijk alle hele leuke plannen hebt voor programma's die je wel zouden aanstaan. En dat je die ook indient en dat iedereen zegt, ja leuk, hartstikke leuk idee. En dan hoor je er meestal nooit meer iets over. En wat vind je van dat Van Nieuwkerk werkt aan een comeback? Ja, van mij mag het.
Hij is niet veroordeeld bij de rechtbank vanwege verboden gedrag. Dus ja, iedereen weet wat hij gedaan heeft. Ik heb altijd wel gedacht dat hij wel stap voor stap komt hij waarschijnlijk wat terug. Ja, hij is de jongste niet meer, hij is 62. Hij heeft natuurlijk toch een blauw oog wat niet overgaat. Maar ze zeggen dat hij om 7 uur wel wat gaan doen. Hè? Dat hij weer even iets wil gaan doen zodat mensen dit allemaal weer vergeten. Weer een dagelijkse talkshow wil maken. Ah, ik ben bang toch dat hij een heleboel moet doen. En dat hij heel lang een heleboel moet doen. Willen ze vergeten wat zich heeft afgespeeld. Juist omdat het zo'n diffuus, roddelachtige toestand geweest is. Pas hij nu weer iets neerzet waarvan mensen zeggen, fantastisch, wat goed. Dat zou best kunnen. Ja, dat kan zijn. De kans dat je overigens in dit opzicht, dat je een soort van tweede kans krijgt die even goed uitpakt als dat is heel moeizaam volgens mij. Okay. Dat is heel moeizaam. Denk aan jonge ondernemers die in no time voor hun 30ste een groot bedrijf opbouwen. Ze verkopen het, ze krijgen het 24 miljoen. Kopen een hele dure auto en gaan 3 jaar niks doen. En dan, je moet iets doen in je leven, beslotvereniging. Dus ze beginnen aan een tweede bedrijf, waarvan ze altijd denken, dat hebben we al een keer eerder, dit kunstje. Dat flikken we nog wel een keer. Dat gaat bijna altijd fout. Ze realiseren zich niet dat ze veel mensen die succes hebben gehad, realiseren zich niet hoe groot de geluksfactor daarin is. Hè? Hoe groot de toevalsfactor is. Dat je net op de juiste plek, op de juiste moment aanwezig bent. Dat je een baas hebt getroffen die je wel leuk vindt. Nou ja, dan kunnen allerlei factoren zijn. Niet waar die je eigenlijk bijvoorbeeld in een tweede instantie niet in de hand hebt. Ja. Mensen zouden sowieso zich iets meer moeten realiseren hoe zeer hun leven van toevalligheden aan elkaar hangt. Dat geldt toch ook voor de partner die je kiest tenslotte. Nog over Van Nieuwkerk één ding. Hij zou ook aan een sorry interview werken. Een sorry interview? Dat lijkt me iets verschrikkelijks. Wat ga je vanmiddag doen? Ja, ik heb een sorry interview. Met Koen Verbraak zou hij dat gaan doen. Oh, van kijk eens aan. Oh, nou. Fijn. Ik weet niet of ik een sorry interview zou willen doen, eerlijk gezegd. Lijkt het je slim dat hij eerst zegt, oké, mea culpa. En dat hij dan weer de weg vrij heeft voor allemaal dingen. Ja. Wat ik, ja, ik, zal, ik moet je eerlijk zeggen dat ik, dat het me eigenlijk niet veel doet. Het maakt me ook echt allemaal geen reet uit of die wel terugkomt of niet terugkomt. Het lijkt me dat hij nu natuurlijk thuis zit met een kater van hier tot Bennekom. Dat begrijp ik ook wel. Dus ja, van mij mag het. Hij zit op een boerderij, hè? Ja. Heeft hij ook een trekker gekocht of niet? Of een John Deere trekker gekocht. He? Ik heb geen idee wat hij doet. Nou, hoe dan ook. Voor mij mag het. Hij is niet veroordeeld bij mijn weten. Behalve door de roddel is hij veroordeeld. Dus. Maar het boeit me niet verschrikkelijk. Okay. Nog een andere vraag van Jaap. Beste Maarten, gaat u ook naar de Tour de France kijken? Verheugt u zich ook zo? Nou, laten we met het laatste beginnen. Verheug ik heb ik me van. Oeh, morgen Tour de France. Het begint toch morgen? Ik heb geen idee. Vandaag? Vandaag? Oh, het is zaterdag. Ja, het begint vandaag. Oké. Ja, denk het wel. Nou, nee, het is niet zo dat ik me al een week heb zitten verkneukelen. De Tour begint absoluut niet. Maar wat ik wel eens eerder heb uitgelegd, ik kijk naar sommige onderdelen van de Tour de France, ja. Ik vind het op zichzelf een interessante sport, doordat het zo'n complexe combinatie is van individueel talent en moeten eventueel. En stalen zenuwen waarschijnlijk ook. En tegelijkertijd teamwork natuurlijk. Want ja, zonder teamwork, als je eentje hebt ingeschreven, het team bestaat uit één renner, dan kun je nog zo geweldig fietsen, maar dan gaat het gewoon niet lukken. Dus het is een heel ingewikkeld spel eigenlijk. Die teams moeten elkaar dan ook steunen of niet steunen. Als wij jullie vandaag steunen bij de beklimming, dan moeten jullie ons morgen steunen bij weer wat anders. Ik vind het wel een interessant sportevenement, dat wel. En kijk je liever naar de sprint of liever naar de bergetappes? Ah, kijk natuurlijk veel liever naar de bergetappes.
Ja, het mooie is natuurlijk dat zo iemand dan halverwege de berg toch wegspringt, zoals dat heet. Dat ze springen altijd, hè. Dat is een hele merkwaardige zaak. Ook bij dat fietsen is een heel speciaal vocabulaire. Nou. Heb je zo'n klein Mercedes en dan rij je zoveel te hard, dat is toch treurig. Maar misschien is het wel compensatiegedrag. Wie zal het zeggen? Ja, je springt weg en dan... Toch, dan blijkt ook na een paar van die haarspelden dat je die gaat redden. Hè? Dat je jezelf overschat hebt. Dat zijn mooie momenten. Hè? Je hebt die lui die feilloos weten wanneer je dat moet doen en hoe je dat moet doen. Dat je natuurlijk toch ook... Je moet wel heel erg goed zijn, wil je permanent aanvallend kunnen rijden. Kortom, als het klaar is, weet ik wie het gewonnen heeft. Laten we het zo zeggen. Okay. Hey, maar nog andere dingen die je hebt gelezen die je wil benoemen? Ik heb gelezen? Nee. Nou ja, dat was eigenlijk het wat me toch irriteerde. Was de lamlendigheid van ons kabinet, ja. Dat vond ik wel, want toen was natuurlijk een kamerbehandeling van het einde van het onderhandeling. En dat het dan, ja, dat allemaal, alles gaat als een nachtkaars uit. Hè? Eigenlijk, we gebruiken helemaal geen nachtkaarsen meer. Maar in allerlei opzichten zorgt Rutte altijd voor een nachtkaars. Waar was een nachtkaars voor? Nou ja, dat was de kaars die je mee naar bed nam toen er geen elektrisch licht was. En dan ging die tenslotte, sputterde die uit. Dat is de nachtkaars die uitsputtert. En dan was die gewoon op? Was die gewoon op, ja. Dan stond hij dan ook in zo'n houdertje? Op het nachtkastje? Een kandelaartje, jazeker. Nou, je mag wel zorgen dat je nog zo'n kandelaartje hebt en een paar kaarsen in een kastje hebt liggen. Want de kans dat de elektriciteit uitvalt, die is toch wel 1 op de zoveel. Ook in de naaste toekomst. Zeker met de druk op het net. Zeker de commercialisering van de elektriciteitsleverantie, althans gedeeltelijke commercialisering, heeft geleid tot meer uitval. Oké. Gevaarlijk wel zo'n ding? Ja, natuurlijk. Maar wat dacht je van roken in bed? Hè? Ja, dat is pas gevaarlijk. Doen mensen dat? Dat deden ze in ieder geval wel, ja. Roken in bed? Ja, nog een lekker sigaretje en dan val je toch in slaap. En nou ja, dan als je een beetje brandbaar... Bedden goed hebt, dan kan je dat je leven kosten, jazeker. Wat deed je dan met de as? Had je gewoon een asbak bij je? Ja, de asbak hadden ze natuurlijk op het nachtkastje staan. Dat lijkt me heel vies. Als je in slaap valt, je weet hoe sterk het, als je echt slaap hebt, hoe sterk dat is. He? Heb je dat in de auto nooit gehad? Jawel, zeker moet je even stilstaan. Ja, precies. Dat je denkt, ja, nu moet ik echt even stil gaan staan, want dit gaat fout. He? Dat je op zo'n plotselinge reactie hebt. Maar roken in bed, heb jij dat ook gedaan? Nee, ik heb nooit in bed gerookt. Maar ik ben niet iemand die leest in bed, rookt in bed. Nee, ik ga erin liggen en dan hoop ik dat ik kan slapen. En daarna sta ik op als ik er redelijke tijd in heb gelegen. Nee, ik hou helemaal niet van lezen in bed. Maar je hebt mensen die zweren bij lezen in bed. Ik wil graag, als ik lees, rechtop zitten... En ook niet op zo'n adolescente manier op zo'n bank hangen, zal ik maar zeggen. Nee, ik wil rechtop zitten. Bovendien lees ik digitaal, dus ik lees op een scherm. Oké. Okay. En je hebt ook geen televisie op je slaapkamer? Nee. Nee, we hebben maar 1 televisie. Die wel 2 zonnen heeft. Dat moet ik zeggen, is een enorme verworvenheid. Die ik iedereen kan aanbevelen. Wat heeft die 2? Zonnen, 2 zonnen. Wat is dat? Nou, er zijn op 2 plekken zijn die LCD-dingen. Hè, die liquid crystal dingen, die zijn kennelijk defect geraakt. Op een of andere manier, die worden niet meer behoorlijk aangestuurd door de elektronica. Dus je ziet 2 ronde verlichte plekken. Precies, oké. Van die vage dingen. Ja, dat is ook heel leuk. Omdat je ook in de science fiction films zie je ook altijd van die dubbelster systemen. En nu denk ik altijd van, hartstikke leuk, we hebben ook een dubbelster systeem. Je wil geen nieuwe? Nou, ik heb natuurlijk direct tegen mijn echtgenote gezegd, we gaan een fijne, lekkere nieuwe tv kopen. OLED scherm, het beste van het beste. Dat wil ze helemaal niet. Okay. Als je door wilt praten met andere luisteraars, dan kan dat in de Telegram groep van deze podcast. Linkje vind je in de show notes. Mensen vragen ons wel eens, wat zijn dan die show notes? Nou, eigenlijk heel simpel, dat is de tekst onder deze podcast. Dus klap dat even helemaal open en dan zie je de linkjes vanzelf.
En vergeet je dan ook niet te abonneren, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf in je feed te zien. Lekker goedkoop, denk je. Ik ga lekker nog even extra rijden. 89. Het wonderjaar 89. Wat betekent de muiterij van Prigozhin voor de macht van Poetin? Waarop in feite van vrijwel overal in Oost-Europa spontaan opstandjes uitbreken. Maarten plaatst de opstand door het Wagner-huurlingenleger in historisch perspectief. En bekijkt de Russische agressie door de jaren heen. Dat dit al die oude regimes opgeruimd worden en dat Oost-Europa kan gaan proeven van de vrijheid. Je hoort het allemaal in een nieuw luisterboek. Het staat voor je klaar via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.